Hoi en welkom bij Nieuw Wat's Nieuw in het prachtige Amsterdam. En kijk naar nou wat een heerlijk weer, boten, alles en iedereen van woensdag 23 april. Hoi! Ja, jullie hebben natuurlijk geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Maar Badder Hardy, die is eigenlijk nog heel erg verliefd op zijn Estelle. Maar Badder, naast al je ellende, moet je gewoon even wat harder vechten om een mannenhart voor elkaar te krijgen. Zo is het maar net. Ik hoop dat het hem lukt. Ik ga nog even oefenen. Hiya! Ho, ho, ho. Hiya! Misschien kunnen we samen vechten, Badder. Kom maar op. Thomas Berg. Hi! Thomas Bergen weet het allemaal even niet meer. Hij is 24 jaar, heeft een zoontje, genaamd Jack, die is 1 jaar. Maar hij weet niet zeker of hij wel wil trouwen. Dat heeft hij namelijk net bekendgemaakt. Hij zit heel erg te twijfelen, want hij wil het liefst een wedding in het grote Italië. Met alles erop en eraan, maar heeft schijnbaar te weinig geld. Kun jij het voorstellen? In ieder geval, Thomas Bergen, we houden je in de gaten. Maxima stond gisteren stil langs de kant van de weg. Ze was op weg naar België om lekker kleertjes te passen zonder de man en zonder de kinderen. Terwijl dat ze, ja, ze was gewoon vergeten in alle haast om te tanken. De beveiliging heeft uiteindelijk een jerrycan met benzine gehaald, zodat Maxima gewoon weer verder kon rijden naar België en alsnog kleren kon passen. All J van Supertrash heeft het nieuwe oranje jurkje ontworpen. Naast dat zij het jurkje heeft ontworpen in mijn maat en voor de vrouwen, heeft ze dus ook eentje ontworpen voor die kleine smurfen. Hoe leuk, kan je samen met je kleine kind in hetzelfde jurkje. Ze zijn echt fantastisch, zijn hartstikke goedkoop, maar 10 euro. En ik ga er zo even eentje uitproberen. Dit was hem dan alweer. De What's New 90 seconden van woensdag 23 april. Maar ik heb nog iets heel leuks om weg te geven. Namelijk deze twee fantastische tickets voor een concert van volgende week in Amsterdam van Pentatonix. Wie wil daar nou niet heen? Deze groep is echt fantastisch. En als jij hem niet wint, dan ga ik er wel voor zorgen dat ik ze win. Hey, wat je er moet doen is even kijken naar het filmpje van gisteren van Nanne. En ik zou zeggen, duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en laat even weten wat je er weer van vond. Ik zie je volgende week weer, doei!